Het contrast kan haast niet groter. Gerard scheurt door de woestijn in Argentinië, terwijl vader Jan thuis zit achter de laptop. Jan heeft de afgelopen 2 weken niks anders gedaan dan naar dit scherm staren om te zien hoe zijn zoon het deed. En dat ziet er misschien saai uit, maar is toch wel spannend. Hier staan ze nou allemaal toevallig wel allemaal op, maar regelmatig ontbreekt 1 of 2 oudjes het tijd. En dan begint te kriebelen van waarom en hoe en maar. Maar dat vonden we PSG weer terug bij wijze van spreken, maar dat zijn toch ooit heftige momenten voor mij. Terwijl papa nu een feestje viert aan de andere kant van de wereld. Zijn de kinderen op bezoek bij opa. Oh. Yeah. Jullie papa heeft gewonnen, hè? Ja. Yeah. En vinden jullie daarvan? Leuk. En waarom vinden jullie dat leuk? Omdat hij heel erg zijn best doet. Wat is het eerste dat jullie doen als jullie hem zien? Knuffelen. Ja. Ik ben heel trots. En vooral voor Jan. En de kindjes en Dionique. En dat het allemaal heel goed is afgelopen. Hij heeft gewonnen, maar er zijn ook verder geen ongelukken of wat dan ook gebeurd. Ik vind het heel, heel, heel fijn dat hij gewonnen heeft. Dinsdag komt Gerard weer aan in Nederland. En dan gaat hij natuurlijk eerst naar zijn vrouw en kinderen. En dan is er een groot feest gepland op vrijdag.